Je neemt het op. Oké. Dus even, misschien Bram, dat je hier de leidraad geeft van aan wat we ons moeten houden tijdens de webinar. En dan zal ik de introductie doen van Chris One. Perfect, Tom, dankjewel. Hetgeen wat ik hier op de eerste slide heb staan, zijn een aantal instructies die dat we zelfs kunnen gaan gebruiken tijdens de oefeningen ook. En daar gaan we de annotatiefunctie bij gebruiken. Die annotatiefunctie die vind je bovenaan aan je scherm bij View Options. Daar zit de Annotate-functie in. En daarmee kun je om de verschillende icoontjes zelfs tijdens de presentatie gaan gebruik maken van op het scherm te schrijven of een aantal tekens te gaan zetten. En dat is de reden voornamelijk dat we vandaag in Zoom ook gaan werken. Ik hoor heel veel mensen zeggen die dat favoriet zijn van Teams. Dat snap ik, voor de vlotheid dat brengt en de combinatie van een aantal dingen samen te brengen. Maar we gebruiken Zoom echt voor die annotatiefuncties, omdat die daarbij een heel stuk sterker zijn. Van mijn kant ook voor iedereen hartelijk welkom deze ochtend en heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid op de webinar van Dino naar Chameleon, die dat we vandaag voor jullie gaan brengen. Voor de agenda starten we met een korte welkom en de voorstelling van de twee organisaties die dat jullie vandaag presenteren. Gaan we het uiteraard hebben voor de waardering voor diversiteit, ook diversiteit in de praktijk brengen. En sluiten we af met questions and answers en zal er een evaluatie zijn op het einde. Er zal ook zeker de mogelijkheid zijn om in de chat nog vragen of opmerkingen of bedenkingen te kunnen zetten. Die wordt mee opgevolgd, onder andere door Tom en Tine. Eventjes voorstellen en dan geef ik heel graag terug het woord aan Tom. Inderdaad, dankjewel Bram. Dus ik ben Tom van de Woestijnen. Ik maak deel uit van de Plus One. Dus Plus One, wij zijn een recruteringsbureau voor de small en medium enterprises in de biotech, de medtech en de high-tech. En afgelopen jaar hebben wij heel veel vragen gekregen van onze klanten rond assessment, want het succes van een goede plaatsing hangt natuurlijk ook samen met de bedrijfscultuur, het team, de organisatie waar dat de persoon terechtkomt. En zo is eigenlijk die vraag gegroeid en daar hebben wij dan een partnership geklonken met Management Spark, die eigenlijk een assessment test hebben die Lumina noemt. Vandaag stel ik vast dat de klanten zeer tevreden zijn van die aanvulling die Plus One daar kan bieden. En vandaar dat we gaan focussen op vandaag dus op die diversiteit op de werkvloer. Dus hoe past een kandidaat goed op een werkvloer? Waarmee moet je rekening houden? Dus dat is eigenlijk wat we vandaag willen benaderen. Dus ik laat terug het woord over aan Management Spark, die daar de specialist ter zake zijn. Dankjewel, Tom. Top. Ik stel heel kort eventjes Management Spark ook voor jullie voor. Management Spark is, zoals dat jullie langs de rechterkant zien, partner van Lumina Learning voor België en Luxemburg, waarbij dat we intussen een 130-tal mensen hebben gekwalificeerd. Langs de linkerkant zijn wij zelf ook zakenpartner in persoonlijke en organisatieontwikkeling, met een kernteam van 3 mensen, waar dat mijn collega en partner Tine Janssens ook vandaag hiermee aanwezig is op de webinar. En daar werken we met een projectteam van een 6-tal partners die dat we gaan inzetten in nationaal en internationaal het uitvoeren van onze projecten. Heel kort het overzicht van die twee partners dan, waar dat ik mee samen mag werken van maandag tot zondagavond. Aan mijn linkerzijde Guy Janssens, die dat wij ook vader noemen in de weekend. En langs rechts de foto van Tine. Met dan ook daaronder alle 3 ons plasjes, waar dat ook zie dat wij heel erg complementair zijn in het team en goed gebruik kunnen maken van elkaars sterkte daarbij. We duiken in de webinar zelf met waardering voor diversiteit. En eerst en vooral een stukje definitie daarbij. Wat is juist diversiteit? Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. En is ook het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen van mensen.
Die verschillen die kunnen liggen op het gebied van leeftijd, etnische afkomst, geaardheid, geslacht, het hebben van een handicap al dan niet, een aantal sociaal-economische achtergronden die dat daar een basis voor kunnen zijn, maar ook religie en politieke overtuiging spelen daarin een rol in die basisdiversiteit. Waar hebben we het vandaag over? Eigenlijk over deep diversity. Deep diversity is een minder bekende vorm van diversiteit, maar we verschillen ook allemaal op vlak van persoonlijkheid. En die menselijke persoonlijkheid is een stuk te complex voor één kleur of voor één type of een hokje. Dus daarom gaan we met deep diversity de totale persoonlijkheid van iemand omarmen en meten we ook verschillen in detail. Dat bevordert de ontwikkeling en de groei van die individuen en dus ook van het team en de organisatie die dat daaraan volgt, uiteraard. Een paar voorbeeldjes om dat wat duidelijker te maken, met een disclaimer erbij dat de enige gelijkenis met bestaande personen berust op louter toeval. En hebben we hier een foto en het profiel van Veerle. Het Lumina Select profiel hebben we hier. Veerle werd door een oudere collega steeds als een blauwe bestempeld en benoemd. Op haar splash hier in het profiel zie je inderdaad in het totaalbeeld van haar beschikbare energie dat daar inderdaad wel heel wat blauwe energie is. Maar daarnaast heeft ze zeker ook nog veel rode energie en ook zeker nog een stuk van die groene energie. Er is zelfs wat gele energie aanwezig in het aspect inspiratie gedreven en extraversie. Dus de perceptie van haar collega betreft dus maar een heel klein stukje van haar totale energie. Maar daarmee ondermijnde die collega wel voor een heel groot stuk het andere deel van haar energie, haar talenten en ook haar persoonlijkheid. En omdat hem niet haar volledige potentieel kon of wilde zien, zag hem ook niet haar waarde op het vlak van sales en marketing en vond Veerle enkel geschikt om administratieve taken en financiën te gaan opnemen als verantwoordelijkheden en als rollen. Dat ging uiteraard voor Veerle naar ontwikkeling tegen, want in de rechtse grafiek hier op het scherm zie je daar potentieel in die gele energie die daar klaarstaat om ontwikkeld te worden en te gaan ontplooien. Dus op deze manier kunnen mensen klein houden en ervoor zorgen dat dan talent niet ontwikkeld wordt en dus uiteindelijk ook gaat verdwijnen buiten de organisatie. Die een bewuste collega is inmiddels bedankt voor bewezen diensten en sindsdien is bij Veerle haar gele energie zich echt aan het ontwikkelen en is ze zichzelf echt volledig aan het ontplooien. Ander voorbeeldje met Elise. Elise werd op haar eerste dag van haar hogere studies, waar dat ze deelnam aan een workshop van een uurtje, werd ze bekendgemaakt met een kleurenmodel waar dat ze te horen kreeg dat ze een rode was. Met die stempel heeft ze ook de rest van haar studies rondgelopen, maar ze voelde zich daar helemaal niet blij mee, want ze had van zichzelf het idee dat ze eigenlijk ook vrij mensgericht is. Waarom ga je anders human resources studeren, was in haar ogen het idee. Als je dan kijkt naar haar splash of haar mandala, ziet inderdaad dat er wel wat rode energie zit, maar dat die niet zozeer zit in dat pure rode aspect van resultaatgerichtheid, maar dat daar energie in het rood eerder tot uiting komt in het disciplinegedreven en het extraverte stuk van het model. Wat wil dus ook zeggen, daarnaast heeft ze ook best wel heel veel blauwe energie en ook die een tentakel ja, die wijst op ook een heel stuk van groene energie naar dat mensgerichte. Als we dat meer in detail gaan kijken, zie je dat ze ook hoog scoort op persoonlijk, coöperatief en empathisch. Maar buiten dat ook haar scoren op logisch, dat eigenlijk de enige scoren is in die rode eigenschappen, die dat ook niet zo verder zo uitgesproken zijn. Dus ook hier hetzelfde als in het vorige geval, door enkel te gaan focussen op één kleur,
worden haar kernkwaliteiten in die andere kleuren niet gezien en kunnen die ook niet ontwikkeld en gebruikt worden. Wat zijn dan vooroordelen bij werving en selectie? Dat is ook heel vaak een reden waarom dan een verkeerde kandidaat voor een bepaalde functie wordt geselecteerd of een goede kandidaat misschien wel over het hoofd wordt gezien. Dat komt omdat we andere mensen ook steeds door onze eigen perceptie gaan zien. Hoe dat wij zelf zien is ook een weerspiegeling van onszelf en van onze overtuigingen, onze ervaringen, onze principes en onze waarden. Dus wanneer dan een recruiter of een HR-manager niet in staat is om verder te kijken dan zijn of haar eigen perceptie of die vooringenomenheid, dan is er wel eens kans en risico dat ze niet het ware potentieel van de kandidaat gaan zien achter die oppervlakte, met dus als gevolg dat goede kandidaten worden overzien en ongeschikte kandidaten worden aangenomen. Om die vooroordelen te gaan reduceren bij het meten van die persoonlijkheidskenmerken, ziet je hierbij een voorbeeldje van hoe dat in psychometrie gewoonlijk zowel extraversie als introversie wordt omschreven, waarbij dat deze twee kolommetjes van woorden ja, er een voorkeur gegeven kan worden aan die extraverte kwaliteiten, omdat die ja, begeerlijker zijn dan die introverte kwaliteiten. Hoe kunnen we dat nu gaan, ja, gaan rechttrekken om die evaluatieve bias te gaan verminderen en daar evenwicht aan die beide zijden te gaan geven? Een mogelijkheid daarvan is door die beide zijden afzonderlijk en apart te gaan meten. Dus beide zijden van elke dimensie kunnen we in de vragenlijst en via het profiel apart gaan meten, waardoor dat de beiden ook beschouwd worden als sterkte en kunnen bijdragen aan het succes van een persoon. Uiteraard heb je ook aan beide zijden het risico om overbelast te worden, om aan beide zijden dus ook je kwaliteiten een stuk te sterk te gaan inzetten, waarbij dat je dan niet effectief niet meer gaat zijn in je overbelasting. Een andere mogelijkheid om die bias te verminderen en te reduceren is door paradoxen te gaan omarmen. Je kunt immers sterk zijn aan die beide zijden van de as, bijvoorbeeld hier de as die dan aangeduid is over introversie en extraversie. Het is mogelijk om aan beide zijden energie te tonen en die dus allebei te laten zien. Als je daar uiteraard bewust van bent, kun je die dan effectief gaan inzetten en gaan gebruiken. Uiteraard is iedereen uniek en door ook het omarmen van die paradoxen en het meten van de totaliteit van iemands persoonlijkheid kunnen we echte diversiteit laten zien. Er zijn niet meer zoveel verschillende profielen en splasjes als dat er mensen zijn. Het hebben van zoveel nuance is uiteraard dan ook een uitdaging in een team. Het is uiteraard een heel stuk makkelijker om naar iemand te kijken vanuit één kleur of vanuit één type, maar daarmee doe je dan natuurlijk ook een heel stuk van de complexiteit die dat sowieso inherent is in onze menselijke persoonlijkheid, die doe je daarmee zwaar tekort. Wat gaan we dan wel meten? We gaan uit van de basis van de theorie van Jung met de vier kleuren die dat daaraan gekoppeld zijn, met intussen redelijk klassiek bekende energieën daaraan gekoppeld en ook de kenmerken daarvan. In het model van Lumina gaan we echter niet vier kleuren meten of die acht aspecten, maar gaan we deze 24 eigenschappen rondom op het model allemaal afzonderlijk van elkaar ook gaan meten. Het is dan ook op die as mogelijk om aan beide zijden tot aan 100% te scoren of aan beide zijden 0% te scoren. Dus dat kan ook in het model. Wat hebben we nu gedaan? We hebben op die 24 eigenschappen rondom het model hebben we 16 competenties gaan enten. 16 competenties die dat we dus ook kunnen meten en waardoor dat we ook met die competenties aan de slag kunnen gaan in de ontwikkeling van kandidaten, maar uiteraard ook vooraf in de beoordeling of de selectie van kandidaten. Zoals je er net al zag in de twee voorbeeldjes van de dames, krijg je dan op deze manier, na het invullen van de volledige vragenlijst, via een one-pager de Lumina Select, die dat heel overzichtelijk
het profiel ga weergeven van een kandidaat. Even uitgelicht, komen we dan, zoals daarnet gezegd ook, op de mandala uit, die dat informatie gaat geven over het totaalplaatje van de energie van iemand. Aan de rechterzijde hebben we dan de 24 eigenschappen in detail. Hier de optelsom van onze instinctieve en dagelijkse personen die dat in hun totaliteit ons competentiepotentieel gaan vormen. Van die 24 eigenschappen zijn er telkens 5 gecorreleerd met een van deze 16 competenties die dat je hier aan de linkerzijde ziet. Die 16 competenties zijn onderverdeeld volgens de logica van de 4 kleuren. En we gaan er ook vanuit dat iedereen van ons al die 16 competenties wel in zich heeft. Wat geeft de score dan weer? Goh, hoeveel inspanning dat het u kost om die competentie al dan niet te gaan laten zien in ons dagelijks leven of in ons werkomgeving. Dit is dan een voorbeeldje van bijvoorbeeld de competentie flexibel omgaan met verandering, waar dat deze persoon een 3 scoort. Zijn hier langs de rechterzijde de eigenschappen opgelicht die dat daarmee gecorreleerd zijn. En ziet je dus dat zowel sturend, flexibel, ongedwongen, conceptueel en vindingrijk, al dan niet hoger of lager gewogen, meegecorreleerd zijn en die score van 3 gaan maken. Even tussen haakjes daarbij. We weten ondertussen ook uit onderzoek dat die eigenschap van sturend in 9 van de 16 competenties vrij zwaar gewogen aanwezig is. Als we dus gaan ontwikkelen op competenties, starten we met de eigenschap van sturend te gaan ontwikkelen, want dat heeft een grote invloed op alle anderen ook. In teams ook kunnen we al die verschillende persoonlijkheden tot onderlinge frustraties en wantrouwen gaan leiden. Want wat we niet kennen, vertrouwen we vaak ook niet. We kijken dan ook naar anderen vanuit onze eigen bril en de perceptie die we hebben van een andere stemt ook niet altijd overeen met de werkelijkheid. Daarom dat we mensen leren om die complexiteit te begrijpen, eerst uiteraard bij zichzelf, zodat ze die ook kunnen gaan begrijpen bij anderen. Door het begrijpen van elkaar kan er begrip ontstaan. We kunnen de kwaliteiten van een ander gaan zien als complementair in plaats van tegengesteld. En ook gaan beginnen waarderen. Waardoor dat er respect ontstaat, dat vervolgens leidt tot vertrouwen en meer effectiviteit in het team. Dat is een stukje de logica van met die zelfontwikkeling aan de slag te gaan. Heel graag zou ik nu overschakelen naar iets interactiever. Ik vind dat ik al veel te veel gesproken heb. En gaan we een stukje kijken naar diversiteit in de praktijk. En voor deze eerste oefening zou ik graag willen vragen dat jullie de annotate-functie openen. Zoals daarnet gezegd, kun je die vinden bovenaan op je scherm onder View Options. Kun je op Annotate klikken. En via Annotate kun je bijvoorbeeld met de tekstfunctie uw naam gaan plaatsen. Hier in het midden in de grijze balk. Ik ga dat even voordoen ook al. Voilà. Als je klaar bent met typen en je klikt buiten de kader, dan krijg je er tekst bij. Als er mensen zijn die hier uitdagingen bij hebben, dan help ik ze graag. Voor Sliman, als je op tekst-icoontje drukt, dan kun je ook gaan typen. En Lisbeth zet ik wel even goed. Voor de mensen die dat aan het tekenen zijn, je kunt in de balk ook op het tekstvakje klikken. En dan gaat het de mogelijkheid krijgen om uw naam te typen. Excuseer, ik heb een probleem, want ik deel. Ik ben Pascal trouwens. Dag Pascal. Aangenaam. Dag Pascal. Dag Tom, hoe gaat het met u? Goed, prima.
Ik heb een technisch probleem met mijn computer. Ik heb geen toegang tot Zoom. Dus ik ben aan het volgen op mijn iPhone. Maar ik krijg dat hier niet voor elkaar om mijn naam daarin te zetten. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Hi, Harald hier. Ik heb wel een laptop en computer en alles. En het werkt, maar het lukt mij niet om mijn naam in te typen. Oké, Harald. Op geen enkele manier. Heb je de annotate-functie wel openstaan? Ja, absoluut, absoluut. En zie je daar het tekstvak ook? Nee, ik heb wel zo'n potloodje, een pennetje. Oké. En als ik daarop druk, kan ik tekenen, zoals je ziet. Ja, inderdaad, dat zie ik. En er zijn heel veel puntjes die je ziet, die zijn ook van mij, maar... ik kan ook tekenen. Kijk, voilà. Oké, top. Dan zet ik jou er ergens mee. Hierin zetten zelf. Ik zal het hier wel typen. Okay. Er is nog iemand via de chatbrem. Ja, dat is Mai. Maar dus same hier. Ik zit van op de iPhone te volgen en ik kan daar ook inderdaad niet op typen. Oké, ça va. Dan zullen we ook uw naam er wel bij zetten, Mai. En Greet. Hier ook Greet, ja. Ja. Ik heb die optie in View niet. Die annotate-optie. Ik heb gewoon standaard side-by-side. Normaal bovenaan op je scherm. In het midden van je scherm staat die. In het midden bovenaan. Ja, onder de view options. Oké. Daar heb ik gewoon fit to window or original size. Nee, dan zit je rechts te kijken. Maar in het midden en helemaal boven... Ja, en daar heb ik vier dingen. Standaard, side-by-side en fullscreen. Nee, dus dat is als je te veel naar rechts gaat. In het midden heb je view options. Ja. En daar moet je op klikken. Dan krijg je die mogelijkheden. Daar heb ik alleen fit to window, original size of request remote. Ah, dat is raar. Want je hebt rechts een view en dan heb je in het midden view options. Ja. Zie je die? Ja. En daar zou dat moeten eronder staan, die verschillende opties. Ja, dat is toch raar. Niet. Ja. Maar dan gaan we die daar toevoegen. Ja. Bram, ik zit ook wel niet zo in Zoom. Ik heb dat ook via de browser Zoom moeten openen. Misschien ligt het daar. Oké. Okay. Ja, waarschijnlijk dat je dan een beperkte versie hebt van Zoom. Ja, oké. Okay. En ik had ook Ingrid gezien, Bram. Ja, die ook ik aan het proberen was. Ingrid ook toe. Ja, graag, want ik krijg ook die tekstbalk niet. Oké, dankjewel. Voilà. Okay. Ik denk dat dan iedereen aanwezig is. Top. Ik ga nu een vijftal statements voorlezen. En je kunt ook in diezelfde annotate-balk, en sorry als ik het wat moeilijk maak, maar bij de stamp-functie kun je kiezen voor een hartje, een sterretje, een kruisje of iets anders. En als je het met die stelling eens bent, die dat ik ga voorlezen, dan kun je naast je naam eerst aan de linkerkant een stem gaan zetten, elke keer dat je herkent in die stelling. En kun je dus een hokje links gaan verder ophalen. En kun je zelf... Ja. Pardon? Ja, oké. Okay. Of degenen die dat geen stemfunctie hebben, maar wel kunnen tekenen, gewoon even een kruisje tekenen of een puntje zetten of zoiets. Voilà, ja. Herken je zelf niet in een stelling, dan laat je het hokje gewoon leeg. Herken je zelf dan weer wel, dan schuift je stempel weer een vakje op naar links. Daarna ga ik nog vijf statements voorlezen en we doen hetzelfde aan de rechterkant. Elke keer dat je daar dan herkent, zet een stap naar rechts verder. Maar we starten aan de linkerzijde met de introversie. En de eerste stelling is, het duurt even voordat ik nieuwe vrienden maak. Het duurt even voordat ik nieuwe vrienden maak. Als je deze dus herkent, mocht je daar een stem zetten naast je naam. Herken hem niet, dan mocht je dat fax kunnen openlaten. Sorry, het zal mijn Nederlands zijn. Wat bedoel je met het duurt even? Het duurt lang of het duurt maar heel kort? Klopt, nee, het duurt wel even lang, inderdaad. Ja, het duurt lang voordat ik nieuwe vrienden maak. Oké. Okay. Dankjewel voor de vraag, Harald. We vertalen heel graag. Fijn.
Ja, misschien ondertiteling. Ja. Dat is voor de volgende keer. Voilà. Oké, ik ga de volgende statement voorlezen. Ik luister eerst naar anderen voordat ik mijn mening geef. Ik luister eerst naar anderen voordat ik mijn mening geef. Volgende stelling. Ik werk efficiënter als ik alleen ben. Als dat waar is voor jou, dan mag je ook een stempel zetten. Is dat niet waar, dan mag je het vakje leeglaten. Volgende stelling. Ik neem de tijd om eerst goed na te denken voordat ik in een groep het woord neem. Ik neem de tijd om eerst goed na te denken voordat ik in een groep het woord neem. En de laatste stelling langs de linkse introverte kant. Ik bepaal zelf of en wanneer ik mijn gevoelens toon. Ik herhaal nog even. Ik bepaal zelf of en wanneer ik mijn gevoelens toon. Oké. Dat geeft een mooi beeld van het gezelschap. Dank je wel allemaal voor deze helft van de oefening al mee te doen. Dan doen we nu hetzelfde voor de rechterzijde. En heb ik daar ook 5 stellingen langs een extraverte kant. En de eerste stelling langs de rechterkant is: ik ben extravert en sociaal. De tweede stelling: mensen zien meteen aan mij wanneer ik ergens enthousiast over ben. Derde stelling langs de rechtse extraverte kant. Het stimuleert mijn denkproces als ik een onderwerp kan bespreken met anderen. Voorlaatste stelling van de extraverte kant. Ik onderhoud actief een breed sociaal netwerk. En de laatste stelling langs een extraverte kant. Ik treed vaak naar voren en neem initiatief in een groep. Wauw. Dat is een mooi mannetjesblad geworden, hè? Knap. Ik zie dat er bij wel een aantal personen, zowel langs links als langs rechts, wat markeringen staan. Dat er bij sommigen er een specifieke voorkeur is voor ene of voor andere kant. Hè. En dat er dus ook in deze groep, in deze webinar vandaag, best al wel wat diversiteit aanwezig is. Dat ook. Iemand die dat hierover vragen heeft? Ja, er is een vraag van Greet. Greet duidt aan dat inderdaad langs linkse kant stelling 5 voor haar klopt en langs rechts alle stellingen. Ja, ja, klopt. Top, ja, Greet, dank je wel. Ja. Tine is aan het aanvullen, ze vallen. En dan misschien even vragen aan Tine dat ze nog een mooie screenshot neemt hiervan. Of dat ze kik ook doen. Yes, oké, vallen. Dan kunnen we rustig verder gaan. Dus de oefening die dat we net gedaan hebben, was kijken naar deze as over die 2 aspecten tussen introversie aan de linkse kant en extraversie aan de rechtse kant. Beide hebben uiteraard hun sterktes, hun waarde en hun kracht.
ook in teams, ook in organisaties. Dus zijn beide evenwaardig en moeten als evenwaardig beschouwd worden ook uiteraard. Langs die introverte kant is het dan voornamelijk over het nadenken voor het spreken, het rustig zijn, attent zijn en eerder ingetogen zijn. Kunnen langs die kant ook heel goed observeren, luisteren en kunnen ook een heel goede pokerface hebben. Dat is voor mij soms een uitdaging. Langs een extraverte kant wordt er vaker hardop gedacht, zijn mensen expressiever, wat spraakzamer, ook makkelijk geanimeerd, heel sociaal, met overtuiging kunnen ze praten langs die kant en nemen nogal eens vaak de leiding in de groep ook. Als denkoefening voor een volgende visual die ik ze even ga laten zien. Eigenlijk de vraag, hoe plan jij een vakantie of een reis? En met hoe plan jij die bedoelen we dan van, ja, pak te gewoon de avond daarvoor een koffer met een tandenborstel en een vers onderbroek en zullen wel zien waar dat uitkomt. Of ga je tot in heel detail die vakantie ook gaan plannen met ja, dan een rustdag, dan gaan we dat museum bezoeken enzovoort enzoverder. En misschien ook naar zelfs dat inpakproces toe, ga je daar ook met lijstjes of met plannen gaan werken. Op die manier krijg je een beeld over de volgende NAS die dat we hier laten zien, tussen inspiratie gedreven aan de bovenkant en discipline gedreven aan de onderkant. Het inspiratie gedreven noemen wij het voelen gedeelte, dus de bovenste helft van het model is de voelen helft, de onderste helft is de denken helft, dus dat discipline gedreven zit echt heel sterk aan die denken kant. Het gaat over de manier waarop dat wij beslissingen maken, eerder met ons hoofd of eerder met onze buik. Mensen die dat sterk zijn in dat inspiratiegedreven gebied, die zijn nogal relaxed over hun time management en ook heel informeel met hun planning. Zijn makkelijker spontaan, willen geïnspireerd worden en zijn ook makkelijker informeel in gesprekken en in de omgang. Aan de disciplinegedreven kant werken mensen vaker met processen, zijn heel gestructureerd en punctueel, hebben ook vaker een georganiseerd bureau of kantoor, zijn erg betrouwbaar en doelgericht ook. Volgende denkoefening ook voor een stukje om als inspiratie ook te dienen, met de vraag van wat ziet je op deze foto? En misschien een aantal mensen even die dat zich willen unmuten en even iets delen wat dat zij zien. Ik ben Guy. Ik zie een wanordelijke boel. Dankjewel, Guy, om dat te delen. Ik ben Pascal en ik zie een geweldige locatie om een team evenement te doen. Helemaal mee eens, Pascal, absoluut. Iemand anders die dan nog iets anders ziet? Ja, ik ben Agnes en ik zie al die graffiti, al die kleuren. Dat is het eerste wat mij opvalt. Oké, dankjewel, Agnes. En Ivan ziet kleurrijke tekeningen. Oké, dankjewel, Ivan, om te delen ook. En Stefan hier, ik zie een enorme opportuniteit voor investering en er iets leuks van te maken. Ja. Ja, een fantastische loft. Ja, inderdaad. Like ja. Ja. Dankjewel, Harold en Stefan. Ik ben Katrien en ik zie licht van de venster. Ja, oké. Okay. Licht op het einde van de tunnel. Ja. Dankjewel, Katrien. Oké, top. Dus we zien allemaal helemaal anders natuurlijk naar de dingen en we maken het naar onze eigen interpretaties en bedenkingen bij. Deze tekening geeft dan vooral een stukje het beeld tussen de associatieve focus en de nuchtere focus. Als Guy zegt van ik zie nogal wanorde en troep, dan gaat hij eerder vanuit een nuchtere focus kijken. Als mensen zeggen van oh, ik zie opportuniteiten voor teamsessies, voor loften of voor investeringen, dan is dat eerder vanuit die associatieve focus dat er gekeken wordt naar de zaken, naar de feiten.
Vanuit die associatieve focus willen mensen visie zien voordat ze verandering zullen omarmen ook. Zijn ze ook bezig met de vraag wat als? Willen ze heel vaak dingen conceptualiseren? Hebben ze ideeën nodig? Een term als baanbrekend komt daar vaak voor. En ook waarden elegant design over functionaliteit. Dus gaan daar meer belang aan hechten aan ja, de vorm dan de functie. Aan de nuchtere focuskant willen ze bewijs zien voordat er verandering zal omarmd worden. Wordt er gefocust op feiten? Is er minder interesse om te gaan filosoferen en te gaan ja, doorspreken over die ideeën? Ze hebben daar gegevens nodig, zijn vaker wat voorzichtiger en waarderen voornamelijk de functie boven het design. Nog een stukje een denkoefening daarbij. Als volgende de stelling, een geliefde werknemer met een hoge anciëniteit, die presteert niet meer in haar rol of in haar functie. Hoe gaat het daar mee om? En ook hierbij zou ik even willen vragen om even te unmuten en jullie ideeën te geven. Hoe dat jullie daarmee zouden omgaan met een werknemer die dat erg geliefd is in het team en in de organisatie, die dat al wat jaren op de teller heeft, maar die dan niet meer presteert. Hoe zou je daar zelf mee omgaan als er in jouw team zo iemand zou zitten? Eerst luisteren naar de derde persoon. Ja. Mocht het zo zijn? In gesprek. Ja. In gesprek met hem gaan. Oké. En luisteren, vragen stellen. Ja. Eerst begrijpen voordat het überhaupt zeker is wat de situatie is. Ja. Mensen met een andere mening? Of die dat hier anders mee om zouden gaan? Ja, ik nee. Wil... Sorry. Zeg maar, Pascal. Nee, ik zou ook eigenlijk het eerst vragen van wat is er? Je bent precies niet meer zo gelukkig hier. Gaat het wel met u? Is er een probleem? Kan ik u helpen? Ja. Voor zo op die manier ook iets meer te weten te komen. Oké. Okay. Wat zou voor jullie dan de volgende stap zijn na het luisteren? Duidelijke KPI's gezamenlijk bepalen. En een soort misschien een coachingplan gezamenlijk bepalen. Of hoe kunnen we dat aanvliegen met okay. Milestones. Ja. En werk het geliefde werknemer, maar dus die willen we houden. Daar begin je mee, positief. Ja, oké. Okay. Nicole deelt ook in de chat, ja, ze is het ermee eens. Even polsen wat er aan de hand is, want er moet een reden zijn. En ook naar het energiepeil polsen. En voor Silalam, dank je wel voor te delen. Jij gaat dan verder naar de actie eigenlijk en naar het maken van een plan. Dat zie ik ook bij Ivan, die dat een grow-gesprek gaat aangaan. Oké, top. Met die denkoefening zitten we op de paradox, op de tegenstelling tussen het mensgerichte aspect en het resultaatgerichte aspect. Die dat daar een beetje de tegenstelling in nemen, waar dat ik hoor vanuit de meningen dat mensen wel starten vanuit dat mensgerichte in eerste instantie, maar daarna toch ook wel zouden overschakelen naar dat resultaatgerichte aan de hand van het opmaken van een plan en ik hoorde ook KPI's vernoemen. Dan gaan we wat meer naar de cijfers kijken. Aan die resultaatgerichte kant wordt er geen blad voor de mond genomen. Wordt er gezocht naar duidelijkheid. Is het ook juist? Klopt het allemaal? Wordt er gesproken over doelstellingen die dat soms uitdagend kunnen zijn. Is er ook een verlangen om logica te gaan gebruiken in gesprekken en interacties met mensen? En wordt er geredeneerd met anderen? Aan die mensgerichte kant is dat heel sterk vanuit de diplomatie dat er met mensen wordt omgegaan. Wordt er gezocht naar harmonie? Wordt de vraag gesteld, is het eerlijk? Eerder dan is het juist. Gaat het dus een heel stuk subjectiever zijn? Gaan mensen vanuit een ondersteunende rol ook gaan kijken? Is er een groot verlangen om te gaan behagen? En wordt er ook sterk meegevoeld met de anderen vanuit de empathie dan? Wat ik nog even zou willen vragen, wat dat eigenlijk wel een leuke is, het was niet voorzien, maar ik steek hem ermee tussen,
is dat jullie eventjes terug via de annotate-functie, ofwel met jullie naam, ofwel met een stempel, op het model eens even kijken wat dat voor uw eigen het aspect is dat u het meeste aanspreekt. Waar dat je van denkt dat je daar zelf het meeste energie in hebt en misschien dan ook of daaruit ook het meeste energie van krijgt. En als je wilt... Heel snel. Ja, daar verschiet jij toch niet van, Tom. Die zat al klaar met zijn vingers op toetsenbord. Daar ben ik in blauwe daar beneden. Ja, Pascal, ik zet uw naam erbij. Top. Dank u. Ja, die blauwe, dat ben ik, maar ik krijg er mijn naam niet bij. Alleen mijn stem werkt. Ja, jij is bent dat stempeltje van jou? Ingrid, ja. Ja. Ah, oké, Ingrid. Ja. Ik zet jou erbij hier op nuchtere focus, Ingrid. Dank je wel. Het is een beetje dubbel, hè, de vraag. Harald hier, sorry. Vertel, nee, wat zeg Harald. De vraag is... Wacht, ik zal een video zetten wanneer ik spreek. De vraag is, waar haal je inspiratie uit? Of wat krijg je energie van? Ja, waar denk je dat je zelf veel energie hebt of energie van krijgt, inderdaad? Ja, maar het is, waar krijg je energie van? En waar zit je? Hoe denk je dat je zit? Het zijn twee verschillende vragen. Klopt. Als ik naar mezelf kijk, ik ben enorm extravert. Ja. Maar als je vraagt, waar krijg je inspiratie van het zaken? Dan is dat ja, inspiration driven. Oké. Okay. Dus het is daarom dat ik zeg, het is niet dezelfde vraag. Nee, klopt. Het zijn twee verschillende vragen. Het antwoord kan hetzelfde zijn. Het is mogelijk dat dat op dezelfde plek zit. Maar er kan zeker ook verschil op zitten als je het zo uiteentrekt. Ja. Ja. Okay. En Greet, die zet ik bij de associatieve focus. Maar een terechte opmerking, Harald, dank je wel. Zo, en dan denk ik dat we iedereen erop hebben. Dit is nog Sonja, maar Sonja staat hier dan. Ja, oké. Okay. Dat is Stefan, hè? Pardon, Tine? Dat was Stefan, dat je met hem teruggehaald werd. Ah, oei. Sorry, Stefan. Ik stop jou er terug in. Ja, dank u. Top. Yes. Oké, mooi overzicht van wat er aanwezig is op deze webinar vandaag. En een terechte opmerking van Harald, dat je inderdaad de vraag ook op twee manieren kunt gaan bekijken. Hè. Er kan een verschil zijn in waar dat je denkt dat je het meeste energie hebt en waar dat je eventueel het meeste energie van krijgt. Dat kan zeker verschillen. Ik ga even naar de volgende slide. En laat de woorden en de termen staan. Met dan de vraag ook voor jullie, klopt dat nog steeds? Of zou je, als je het op deze manier gaat zien met de 24 eigenschappen, je eigen toch ergens anders gaan zetten? Ik zal de namen waarvan de woorden halen dat het wel leesbaar wordt. Is de bedoeling dat we hierop antwoorden, Bram? Graag, Guy. Ja. Dus voor mij is dat nog altijd een hele sterke daar, hoor. Expressief. Die centrale functie van extraversie is voor mij, denk ik, wel mijn sterkste. Oké, top. Pascal hier, ik zou dan meer neigen naar een combinatie van discipline gedreven en nuchtere focus. Oké. Dan verschuiven we jou zo'n stukje naar hier. Ja, dat is goed. Dank je wel. Oké. Nog iemand anders die dat er iets over op te merken heeft of wilt verhuizen van locatie?
Ja, ik, Ingrid, ik wil die echt verhuizen, want ik ken heel veel persoonlijkheidstypologieën op Jung gebaseerd. Dus ik, ja, ik weet wel sterk blauw, maar dat gaat over voorkeuren. Wat ik wel mee, alleen nu mee vastzit, en dat was een vraag aan jullie. Ik hoor niet graag de link tussen persoonlijkheid en competenties. Omdat persoonlijkheid, ja, dat is vanuit geboren, kinderjaren en dergelijke. Competenties is iets dat je in de loop er in je leven ophoudt. Dus daar heb ik het nogal lastig mee. Dat snap ik en dank je wel ook voor jouw opmerking, Ingrid. Daarom dat we, als we de competenties gaan meten, dat we ons baseren op onze instinctieve en dagelijkse energie. En in dat dagelijkse stuk zit ons aangepast en aangeleerd gedrag. En de combinatie van die beide vormt ons competentiepotentieel. Dus het is op die manier dat we daar naar gaan kijken en dat daar dus ook een stukje aangeleerd gedrag zeker bij in zit. En dat we ook uiteraard onze competenties kunnen gaan ontwikkelen door op ons dagelijks gedrag te gaan sturen en daar aanpassingen aan te gaan doen. Oké, dankjewel. Top. Ja, in mijn geval heb ik mij gezet inderdaad zowel bij inspiratie als bij resultaatgericht. Ja. En ik ben zowel spontaan als resoluut. Oké, dus dat staat juist dan. Ja. Dan zitten we jou hier nog bij de resolutie en de spontaan die klopte. Oké, top. Dankjewel, Ivan. En Ivan, ik kan dat alleen maar bevestigen. Ik ken u zo. Prima, dat dacht ik wel. Tom, waar heb jij jou gezet? Wij zien jou niet. Nee, ik heb mij verstopt. Ik durf het niet. Het is Pascal nog eens, maar als ik op twee plaatsen mag staan, dan wil ik ook nog eens terug naar mijn resultaatgericht ook. Oké, dan zetten we die er terug bij, Pascal. Eigenlijk eerlijk gezegd, gaat het bij mij zo van, je hebt aan de ene kant persoonlijk, mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En dan resoluut. Daartussen gaat het eigenlijk allemaal zo een beetje. Voor jou is het... Ik denk dat Tom dat ook wel kan bevestigen. Ja, dat klopt. Pascal, je bent niet veranderd. Amai, en het is al zo lang geleden. Dus Pascal, die vult zowat die onderste helft hier van het model helemaal. Van persoonlijk tot resoluut. En ik ben het eigenlijk wel mee eens. Alleen in mijn geval is het net die andere kant... Jij gaat van persoonlijk zo naar resoluut, of wat bedoel je? Ja, voilà, het is dat. Er zijn heel veel elementen afhankelijk van de situatie en hoe, et cetera. En met verschillende, wat is het MBTI of wat insight en al die zaken, dat komt vrijwel altijd komt er ongeveer hetzelfde uit. Maar het is heel sterk afhankelijk van de situatie en het moment en heel veel factoren die een rol spelen. Klopt. Dus om het daar ergens op het heden te laten, dat komt wel min of meer overeen, maar het is vrij breed. Dat klopt, hè. Het is, ons gedrag is extreem situationeel. Dus dat is echt van seconde tot seconde letterlijk dat kan veranderen en gaan aanpassen. Rekening houdende met prikkels en emoties die dat er allemaal een invloed op gaan hebben op ons gedrag natuurlijk. Toch kunnen we 3 hoofdmomenten gaan onderscheiden. En is het wel heel inzichtelijk voor mensen om te zien waar dat hun hoofddrijfveren en hun hoofdenergie naartoe gaan natuurlijk. Om daar rekening mee te kunnen houden naar de invulling van de juiste man of vrouw op de juiste plek. Wat laat je zien, Harald? Dat was van een sessie niet zo lang geleden. Oké. Okay. Heel veel geel met wat rode bolletjes. Oké, op die manier, ja. Jouw visuele voorstelling. Ja. Ja. Oké, top. Bram, wat is het verschil nu eigenlijk met Insight? Wat? Het grootste verschil, Ivan, is de manier van meten en weergeven. We hebben door de combinatie in het model van de theorie van Jung, zowel met de Big Five, halen we een validiteit van 97%. En door het meten van beide zijden van de as, gaan we heel andere resultaten ook gaan weergeven. In heel veel van de vorige modellen, zonder afbreuk daaraan te willen doen, wordt er eigenlijk 1/2 van ons spectrum gemeten, effectief. De andere helft wordt afgetrokken van 100. Waardoor dat uw resultaten een stukje vervormd worden en niet de correcte scores laten zien. Wij denken dat mensen wat chemischer in elkaar zitten en meten daarom de beide kanten
om die dan ook te kunnen weergeven. Met alle gevolgen van die natuurlijk, naar ook ja, meer inzicht en meer ontwikkelingspotentieel daarbij voor mensen. Dank u. Ivan, ik ben daar benieuwd, want jij werkt heel veel op motivatie van mensen en teams. Zijn dat modellen die jij gebruikt in je trainingen? Ja, ik gebruik meer het model van Insight en ik heb mijn eigen model ontwikkeld, de motivatie-DNA. Wat is jouw drive, wat is jouw need? En word je op extrinsieke of intrinsieke manier beloond? Maar ik heb dit model heb ik al 7 of 8 jaar geleden ook al bekeken en het is ook een goed model. Zeker een zeer goed model. Ja. Dankjewel voor de feedback, Ivan. Ja. Ingrid, ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen, want ik weet dat je ook heel veel coaching doet. Ja, ik ken het beste MBTI en Insights. Nu, ik heb zelf, omdat ik een beetje opgegroeid ben met een MBTI, heb ik, maar ik zet dat heel sporadisch in, ook als maar eens een toeltje. Nu, wel step 2, en daar heb je ook nog over al die segmenten ook nog die 5 factoren per dimensie bedoel ik. Dus ik vind dat ook wel al zeer uitgebreid. Nu met de laatste jaren heel ik noem het bijna een hype die bezig is over dit evidence-based, wordt dat natuurlijk nog moeilijker om al die Jungiaanse modellen in te zetten. Hè? Want er komt enorm veel kritiek op en er blijft dan alleen de Big 5 over, die ik ook ken. Ik heb absoluut... Allee, voor mij zijn dat allemaal modellen die inzicht kunnen geven bij de coachee. En ik heb niet zo heel veel met al die discussies die er zijn rond evidence-based. Mm-hmm. Maar ik ken gewoon MBTI het beste, omdat we het altijd gebruikt hebben vroeger in ons bedrijf. En je moet het zelf natuurlijk ook helemaal integreren, omdat ik er zo zelf heel veel aan gehad heb. En de andere, die Scan Insights, en ken ik een beetje zijdelings. Oké, ja. Dankjewel Ingrid ook voor jouw feedback. En die discussies die volgen ook langs de kantlijn een beetje. Daarom zijn we blij dat in het model de combinatie wordt gemaakt van zowel Jung als die Big 5. Dat evidence-based stuk zeker ook aanwezig is. Dat maakt dan ook die validiteit natuurlijk. En het feit dat we het daardoor ook mogen en kunnen gaan gebruiken in recrutering, assessment en selectieomgevingen. Waar dat voor de andere tools eigenlijk een stukje worden afgeraden, alhoewel ook wel gebeurd, maar kom. Ik zou persoonlijkheid nooit voor recrutering. Ik vind het heel goed als coaching. Want ik heb ook heel veel moeite dat er nu gezegd wordt van extraverten zijn beter als introverten. Dat is dan een beetje een risico. Dat zie je ook in wetenschappelijke documenten. En dat is gewoon niet zo. Daar heb ik moeilijk mee. Nee, absoluut. Dus, het is daarom dat we die bias er net gaan uithalen door te gaan meten, hè. Ja. Omdat de bias net vanuit de recruiter kan komen, vanuit zijn of haar bril, dat daar wat vertekend beeld op zit. Als we gaan meten, dan meten we zonder die bias erin en de beide kanten worden even sterk belicht en weergegeven als krachten gezien. Ingrid, even de verduidelijking dus bij recrutering. Bij +1, dus wij werken enorm voor start-ups, scale-up. En dus vandaar ook de naam +1, dus de persoon die we plaatsen, die gaat zo'n invloed hebben op de organisatie. En daar komt dan de vraag toch van onze klanten naar die persoonlijkheid ook. Want vaak als jij in de start-up zit, dan heb je vele petten op als persoon. En daar wordt dat relevant aan mee te nemen in je recrutering. Oké, dat begrijp ik. En ik praat natuurlijk vanuit een context. Ik heb voor een multinational gewerkt, waarbij dat inderdaad elke persoonlijkheid welkom was. Want je hebt dan sowieso een diversiteit, wat je nodig hebt. Want de ene persoonlijkheid is niet anders. En natuurlijk, wat in jullie model zit, en daarom ook dat triggerde mij, dat daar ook die competenties aan vastzitten. Want je meet uiteraard wel competenties als je iemand aanwerft. Maar persoonlijkheid was voor ons, elke persoonlijkheid is welkom. Maar we willen wel de competenties scoren met een selectie. Ja, absoluut. Ja, dat begrijp ik helemaal, Ingrid, van het insteek. Ja, top. Dank je wel. Ja, en Ingrid, wat wij ook vaststellen bij onze klanten, want dus vaak als je ondernemer bent, dan ben je toch al een sterke persoonlijkheid. Is dat er ook vaak een bepaald beeldvorming is. Hè? Dus rond kandidaten, waar dat we ook dikwijls moeten bijsturen.
Ja, dus dat men eigenlijk een kandidaat geschikt of niet geschikt vindt op basis van de vooringenomenheid. En dan helpen zulke tools wel. Ja. Ja, ja, het klopt. Maar er is veel aangeleerd om nu mijn concreet voorbeeld te geven. Ik ben introvert van nature, dat weet ik heel erg. Dan zit alles wat netwerkdingen zit, dat zit daar niet onmiddellijk in. Op 20, 30 jaar zou dat ook niet gegaan zijn. Maar op 47 jaar, wanneer dat ik mijn business startte, kon dat wel. En nu word ik gezien als een zeer uitstekende netwerker. Dus, maar dat is aangeleerd gedrag. Hè. Ik blijf introvert van nature. Tuurlijk, ja, absoluut. Ja, maar we zijn geen bomen, dus we kunnen ons verplaatsen en ontwikkelen, inderdaad. Hè. Voilà. En dat is dan in dat aangepaste dagelijkse gedrag. Ja. Oké, top. Zijn er verder nog vragen vanuit deze groep vandaag? Niet direct? Niet rechtstreeks hierover, maar ik zou... Tom, als dat voor u goed is, zou ik met u daar wel eens graag over babbelen. Ja, dat is prima. Dat is een goede afsluiting, Pascal, in dat opzicht. Dus als er vragen zijn, dan kunnen die gerust bij mij terecht. Wij werken met Management Spark als partner. Dus er moesten ook vragen zijn rond assessment, jullie organisaties. Dan zet ik die door naar Management Spark. Maar dan pakken we die samen aan. Heel graag, Pascal, hoor ik jou nog eens. Oké. Ik kan niet beloven dat het voor vandaag of morgen is, want ik zit met een jaarafsluiting. Dus ik sta onder enorme druk om goede resultaten af te leveren. Maar dat, ik zal u anders wel een mailtje sturen van eens te kijken voor een half uurtje of zo eens vast te pinnen in een agenda. Ja, dat is super. En even voor de verduidelijking, Pascal werkt voor Mercedes-Benz. De dealer, denk ik, hè, Pascal? Ik ben marketing en business analyst, after sales, Mercedes-Benz Benelux. Oké, dank je, Pascal. Veel succes, Pascal, met uw werk nog. Dank je wel. Tot later. Hè. Dag. Tot later. Dag, Ivan. Bedankt voor je deelname. Jij ook, succes, Ivan. Tot ziens, Ivan. Dag, dag Bram. Dank u. Dag Harald, veel groetjes. Bye bye. Tot later. Tot de volgende. Bye. Voilà, dan denk ik dat we deze sessie kunnen afsluiten.